We zijn vandaag in Den Haag en ik zie daar een ploeg van de gemeente die bezig is met schoonmaken. En ik ga eens vragen hoe zij eigenlijk werken. Annika, nog best wel zwaar werk dit. Ja, behoorlijk. Ja, hoe lang werk je hier eigenlijk al dan? 4 jaar. 4 jaar? Mm-hmm. En is dat een vaste dienst of hoe werkt dat? Ik heb nou 1 jaar contract gekregen. Dat is wel heel prettig. Lex, je hebt ook net contract gekregen, ja. Begreep ik. Hoe was dat om te horen? Daar was ik heel blij mee. Ja, en waarom? Waarom ik er blij mee was? Nou, ik loop al jaren in de sociale dienst en solliciteren lukte niet. Dus als je dan eindelijk een contract krijgt, ben je natuurlijk blij. En wat deed het dan met je toen je dat hoorde? Ja, was lekker. Eindelijk een vaste baan, dus het scheelt weer. Je bent uit de sociale dienst, je hebt officieel werk. Ik werk nu al 4 jaar hier zo. Ja. En je bent officieel nog altijd werkloos. En ja, dat gaat even laten steken en mensen begrijpen dat niet. En nu heb je officieel werk en dat is wat duidelijker. Dus wat verandert dan echt voor je gevoel? Ja, meer erkenning toch wel. Dat je het toch best wel goed doet. Ik ga er een klein beetje op vooruit financieel. Mm-hmm. Ik kan misschien wat meer doen. Ik kan misschien eens een keertje wat vaker weg. Een beetje schulden afbetalen. Ja, geeft het ook rust dan dat je weet dat je schulden beter kan afbetalen? Ja. Dus in die zin is het voor jou wel een belangrijke stap geweest. Het is zeker een belangrijke stap geweest.